ben Harry van der Weijden en ik kom uit Jessem en ik werk hier op Vlaamsem. Het ligt vlakbij Jessem. En ik fiets hier al zo ongeveer 40 jaar altijd wat heen en weer. Voor de dagelijkse werkzaamheden. Ik begin maar met melken, dat is in de regel het eerste wat ik doe. Dan ben je saai geworden, dan dat is mijn eerste werk melken. Nou ja, dan naar melken dan is het vaak wel wat variabel. Het is net altijd hetzelfde wat je doet, dat is soms maar krek wat er even gebeuren moet. De poten met de bekapper? Ja, hij kreupelt een beetje, het laatst van in de poort. Hoe vaak moet dit? Nou, ik doe het eigenlijk alleen maar dat er wat omkeert. Sommigen die hebben een peken in het hier en sommigen die hebben misschien wel nooit. Maar dan ben je dus een boerenarbeider? Ja, ik ben boerenarbeider. Ik wist net dat die nog bestond. Ja, die ben er altijd nog wel. Maar misschien nemen de meesten het nog niet meer zo. Dan zijn ze agrarisch medewerker, maar dat komt op hetzelfde deel. Ja, ik ben hier altijd nog arbeider. Is dat een goede baas? Ja, ik zie ik goed gaan. Nee, dat gaat zijn best dus wat, ja. Dus je hebt je wel goed mijn hoor. Ja hoor, ja. En je bent hier al 40 hier? Ja, 40 hier gaat het al wat zo, ja. Ik ben maar 16 ben ik hier begonnen. Dat zou wat trokken in bloeien. Het heeft van beide kanten gereden wel goed voldoen dat het altijd zo trokken is. No? Is een goede boerenfeit? Ja, hoor. Hier had ik geen 40 jaar staan houden. Dus hij had het altijd nog zin in. Als hij het werk doet, dan hebben wij een hoop dat het ik 50 word. Nou, en ik ben altijd van die gang dat 100 word. Misschien wordt het wel 60. En is het een mooi vak, boerenarbeider? Ja, ik denk net dat iedereen het mooi vindt, maar ik vind het wel mooi. Oh? Je hebt een soort afwisseling in wezen. Dat je net de hele dag met hetzelfde bezig bent. En hier je nooit zelfs boeren hoor? Nou, vroeger als het jonkje net dacht je dat wel, maar dat ziet er dan eigenlijk net in. Maar verder voordat ik me zei, ik had het best. Dat ik heb dat nog net meer dat ik denk van dat ik nog graag zelf boer wijzen wil. Dat is nog wel hoor. Nou heb je de zwaarder en ik net. Nee, dat scheelt ik wel. Goedemorgen. Dus jij bent de eerste slachterbewenders die de kuiders sneusjuggen? Wij zijn de eerste die te zien komen, ja. En dan denken ze, wat wennen die mensen er mooi. Als het mooi waar is al. Ja. Als het ruimt, dan denken ze, goedje, zo van je heel wij wel. Nee. Het is je nou nog heel rustig. Ja. Maar sneun is die even zelf wel los, hè? Ja, dan hebben we leuk zo'n 16 toen het meest kunnen worden vliegen. Nog hij weer een stok achter de deur. Je wilt al wat creëren, toch? Vind ik. En dan wat nog even wat bloeiende plantjes, deel wat fleurig. Dus
Nee, ik maak er even wat kreeg. Ja, dat doe, dat doe je dan toch wel echt voor de slachter. Ja, ik bedoel, van mij wel een beetje tonen, vind ik. Ja. Ik kan net altijd zuterig wezen, toch? Zullen we hebben al een kuier daar? Ja, heel weer aan trainen. Heb je hem zelf wel eens maar doen? Nee. Te weinig tijd om te trainen, je nog om te trainen. En de wielweg van oorsprong, ik net renners. Dus, nou, en hij mag sowieso net mooi dan in de rolstoel. Nee. Want ik zal, ik zeg, van als toen nog in de rolstoel en dan kijk ik erachter in. Als je ook dan blieren krijgt, dan kijk ik tot je rolstoel steunen. En dan komt de breg ik net op. Hè. Dat is nog wat trillen bij die hege bregen. Dan natuurlijk, die renners bregen, maar ja. Maar zo'n jou het nog wel eens dwalen? Nou, dat is wel heel lang. Mooi. Goedemorgen. Blijf door de wereld erop te vriezen. Dit is aan de gong. En dan hebben we hier de kinderen staan. Maar het uitzicht op een Sediek. Uitzicht op een Sediek, ja. En de start zelf. En de start, ja. Hier hebben we aan de keuken. En dit is tevens mijn werkplek. En hier hebben we dan nog... die wellnesscentrum, hè. Een wellnesscentrum? Even zeggen. Ja, de sauna en de jacuzzi. En dan hebben we hier een hoes. En dan priëel had mijn man zelf maken toen had ik nog even voor. We kennen de les niet waar we hier waren. Ja. Om zo maar te zien. En dan is hier de rust weer gekeerd? Dan is de rust weer gekeerd, ja. Dit is echt een plakje. Ja. Ja. Want hoe lang ben je hier nou? Wij zijn 88, dat is zo'n 28 jaar dat we hier al zitten. Dus je hebt alle edities van de slachting maken? Ja, zeker. We hebben eerst een boot, maar het was gedrokken op water in de vakantie. Zei van, nou, dan kunnen we beter een boot nu wijgen in. En dan kom je op dit fort naar Telona. Om aan het beginnen. Ja, dit even kijken. Ja. Dit krijgt van welke kant dat je beginnen. Ja. De meesten nemen het fort naar. Maar ja, dan zeggen ze van, wij zijn aan het begin. Ja.